Lavinia, er gaat de laatste tijd wel wat rond dat jullie dreigen niet meer te bestaan. Hoe zit dat nou? Nou, dat is een heel grote misverstand. Wij bestaan 20 jaar en wij hopen de volgende 20 jaar nog hier in Helmond prachtige dingen te kunnen doen voor mensen van alle leeftijden. Ik hoor eigenlijk allemaal berichten juist dat jullie echt wachten op de gemeente dat jullie subsidie gaan krijgen. Maar dat klopt dan niet. Nee, we wachten inderdaad op een besluit van de gemeente of we subsidie krijgen. Maar waar het om gaat is, kijk, Vincent en ik, wij zijn eigenaars van het pand en wij doen heel veel activiteiten hier. En wij zijn boven de 60. En ik ga sowieso door tot mijn 75ste. Dat heb ik met mezelf afgesproken. Maar op een bepaald moment moet een opvolging komen. We zijn nu zo'n anderhalf jaar geleden begonnen met gesprekken met de gemeente. Om te gaan veiligstellen dat op het moment dat Lavinia en Vincent de leeftijd hebben bereikt, dat ze echt minder hard willen gaan werken. Om dan toch te kunnen rekenen op een gemeentelijke subsidie, zodat we ook een toekomst voor het Anna Theater kunnen garanderen. Het is geen gek die het theater gaat overnemen zoals wij het tot nu toe gedaan hebben. Dus er moet subsidie komen, er moet geld komen om mensen te kunnen betalen die dan die taken die wij nu gedeeltelijk vrijwillig doen, overnemen. Je zegt het is iets wat al anderhalf jaar aan het lopen is, maar hoe zit het nu dan? Nou ja, anderhalf jaar geleden hebben we dus gezamenlijk afgesproken, de gemeente en het bestuur van het Anna Theater, om een onderzoeksbureau in de arm te nemen. Dat onderzoeksbureau heeft afgelopen jaar hebben ze het rapport gepresenteerd. Na gesprekken met de wethouder zag dat er ook heel positief uit. Tenminste, zo hebben wij die gesprekken ervaren. Totdat we in augustus in één keer het bericht kregen vanuit het gemeentehuis dat ze konden niet tot een besluit komen op dit moment. Ze wilden het vooruitschuiven tot de vaststelling van de cultuurvisie welke in het voorjaar 2024 gereed moet komen. Dus dat betekent weer wachten voor het Anna Theater. Ja. Maar je zegt wachten, maar krijg je dan ook helemaal geen subsidie meer in de tussentijd? Gelukkig wel hebben we in het afgelopen jaar €75.000 gekregen om de stappen te gaan zetten die we voor de organisatie, die de organisatie mogelijk moet maken om straks structurele subsidie te ontvangen. Ook voor 2024 hebben we een vergelijkbaar bedrag toegezegd gekregen. Alleen, je kunt je voorstellen als je hoopt dat je dus nu eindelijk een toekomstvisie vast kunt stellen voor na 2024, dat die cultuurvisie, de vaststelling daarvan, dat het afhankelijk is hoe de toekomst van het Anna Theater vorm gaat krijgen, dat heeft wel geleid tot grote teleurstelling bij ons.